Ik heb hier natuurlijk staan. Oké, train number is 1J07 en 08. Want we gaan ook weer terug. Nou ja, dat doen we wel zo. Brockenhurst. Brockenhurst. Class 159 Southwest Trains. Dus als het goed is die. En dan even de clear map. En dat zou betekenen dat wij het kaartje actief hebben. Welcome. Good morning, driver. You'll be driving services 1J07 and 1J08 today. 07 Lamington Pier to Brockenhurst and Brockenhurst to Lamington Pier. I think it's in the wrong order, the names. You return to Brockenhurst at 7:44. We have passengers Brockenhurst boarding now to catch the ferry before it leaves, and ferry passengers waiting to get service to Weymouth and London, amongst other places too. So don't be late. You need to change the destination port as Lymington. To do this, press F7 or F8. Alrighty then. So let's load up the passengers. Enable that one. Yes. Yes, Lamington Pier. That one. Still initializing. 1J07. And it is 13. 1J07. Oh. 1, 3, okay. Next stop, Lymington Town. Remember to stop at the 2-car stop sign, the second stop marker in the hut. Okay. Let's go. Max 22 graden, morgen 26, dinsdag rond. Het wordt weer warm. Ja, het wordt, dinsdag wordt het weer warm, echt waar. Ik heb er gewoon geen zin in. Maar ja, Martijn, het is gewoon, dat komt omdat het gewoon, het is 40 graden. En op een gegeven moment het huis warmt op. En het was hier binnen was het 30 graden of zo op een gegeven moment. En je krijgt die hitte krijg je niet weg. Er is geen wind. Er is, het koelt nu tenminste iets af. Maar het blijft zo lang vasthangen en ik ga inderdaad in de winter ga ik een airconditioner aan samen. Ik ga dat nu niet doen, want er zijn nu 1 autostok en 2 veel te duur. Snaar van Danny, yes of course, Flying Scotsman, dit is een Danny scenario. It's relatively new, the AP variant. Ja, ik zal maar eens even. Ik neem dat met een bit of assault. Ooh, nice one. Max 32 in mijn huis. Ik vind het veel te warm. Het is echt serieus, hier 2-3 dagen 30 graden geweest of wat binnen. Dat is gewoon niet fijn. Bijvoorbeeld gisteravond was het nog 30 graden toen ik met Squirrel aan het rijden was. Dat was ook niet fijn. Oh, ik heb geen train sim gespeeld. Grafisch intense games. Laten we zo zeggen, bij gewone taken, dan blaast mijn pc lekkere koude lucht.
Let's take a screenshot. Just beautiful the front. Tempt him. Hi. Nee, het helpt echt niet om die temperatuur buiten te houden. Dat helpt niks. Anyway, for the English people in chat, we were talking about the hot weather this week in Europe, at least in the Netherlands. For the first time in 75 years, there was the temperature rose in the Netherlands officially above 40 degrees. And that's hot. Last year it was hot for a long time, and it was doable. It was way too much. Daar heb ik airco. Ja, ik zit thuis, dus ik heb vakantie, dus dan zit ik thuis en ik heb geen airconditioning. Dus, back yesterday my floppy so you got to have to stop working in Baltic Sea. It's a little bit hot. Etienne, goedenavond en welkom en dankjewel voor de resubscriptie voor, en ik ga veel te hard en losing points. Voor resubscriptie voor 20 maatjes met in totaal 21. Dankjewel voor de resubscriptie, Etienne. Ja, 21 maandjes totaal en currently on a 20 month streak. Ze hebben afgekoeld. 27,6 hier ben ik nu op dit moment. Ik heb de ventilator aan staan aan die kant. We're taking passengers towards the Isle of Wight. And no, not the pier one with the route on it, it's the other side, this one. Maar ja, jij bent niet de hele dagen thuis. Als ik hele dagen nog weg was, dan viel het ook best nog wel mee. Maar... Anyway, let's stop at the second marker.
Plus Mark is voor the way back. En we overshot it. Way overshot it. Disappearing wall, magic. Lamington Town. Accuracy penalty. Oh god. Crap. I know something went wrong. For people who are clipping tonight or want to clip some clips for the stream, the best ones get chosen for a little video at the beginning of the stream. Zo, als je clips hebt gemaakt of clips wil maken, doe dat vooral. De leukste clips die gemaakt zijn deze week en even met een oude clip van eerder, komen in de intro. Maar goed, ik ben benieuwd hoe ze die boten eruit halen, want dat is een solid brug. Ik ga eens wat blunders maken. Ik heb toch net de blunder gehad? Ik had de EWS niet bevestigd. Ah, ik doe het gewoon te netjes. Well, if that was not spot on, I don't know what else is. We're traveling 44, so we need to shut down this cap. But first, we need to set our destination. Back to Brockenhurst. Then turn off our headlights, turn on those, turn off that light. Off. That was automatically the registering. And then same start procedure here. Okay, it's that one waiting for the initialize. Jans, ik ben 20 centimeter te ver gestopt. Och, heren. Och, not Leo. where are 1J0? 08, and I don't know which signal. There's no signal. 000. Okay.
Falconhurst is on. People are getting on and off. Lovely day outside. Leamington Pier, the ferry towards the Isle of Wight. You can see it here. If I zoom out. Isle of Wight with Yarmouth, and here is Wight with the Bradley and the steam line. So that's in on the other side. Very interesting. Toot toot. Je bedoelt de scheepshoorns, Daniel, of? Is scheepshoorn die ferry in ETS? Oh, ik weet het al, de GSMR-ding. Poaf. Ooh, it's the Wonder Twins. It's the Wonder Twins. Almost ready to go. Back to Brockenhurst. Now switch ends and change destination ports if you haven't already. Accuracy penalty -1. Scumbag. It's a little bit broken. Oh crap, speeding. -6 points, scumbaggery. Rapjes en deuren schrijven erop, kan er niet vanaf blijven. Dat is 20 centimeter voorbij je bakboord. Nou is een backboard in principe niet een, een richtlijn. And we're back in Leamington Town. Reminds me of Lemmings. Anyway, SSD. Ik zou zeggen, Martijn, ik zou je adviseren als je dat doet,
koop 2 keer 500 gig. En doe dan in Windows. Dus als je twee plekken hebt in je PC. En wat hebben we voor accuracy bonus? Minus 1. Even. Come back. Let's go Brockenhurst in 4.8 miles. Wat ik wil zeggen is, ik adviseer, ik heb het zelf TS op twee SSD's staan. Die heb ik samengevoegd tot één schijf in Windows. Dus zeg maar software rate aangemaakt. Dan heb je alsnog, dan is hij nog steeds sneller. Dus want ik kan gewoon van twee schijven tegelijkertijd lezen. Want TS blijft een issue. Een SSD helpt deels. Maar het is niet het wondermiddel voor TS. In ieder geval de huidige wondermiddel. Bijvoorbeeld een M2 is helemaal geen zin voor. Want het is gewoon te veel kleine bestanden lezen. Dat zie je hier zijn persoonlijk dingetje hoor. In de tijd dat ik die 500 gig kocht was 2 keer 500 was goedkoper dan 1 terabyte. Kom met later dan ja, hij trekt je SSD trekt die vol. Maar wat hij ook doet is, hij moet heel veel kleine bestanden lezen. En ondanks een SSD, kleine bestanden hebben nog steeds, op een gegeven moment leest hij steeds minder. Maar dat is niet voor mijn ding. Let's go. Gewoon uphill. ...45 limits. Ja, zo'n killer, goedenavond en welkom. Oh.
We have a 35 limit up ahead. Let's roll it out. Maar witte Nederlands, jullie hebben het over Fortnite, breekt me de bek niet over. Ik heb absoluut niks met dat spel. Dat is mijn opinie. Serieus, Martijn, waarom heb jij nog een DVD-speler? Dat is maar jongen meer verdiend. Met Thias niet. Helaas niet, Daniel. Ik heb zelf persoonlijk heb ik. Ik heb nog wat DVD's. Ik heb volgens mij een DVD op USB of zo heb ik nog, mocht ik nodig hebben, maar ik heb al jarenlang geen DVD meer aangeraakt. Waar is Tom? Waar is Tom? Anyway, we need to stop. Come on. Come on. Yeah. Anyway, we're here. Sorry. Cross country. Manchester Piccadilly. This one is for London Waterloo. Very nice. Zelf als baan ook iets met spoor. Helaas niet, yes. You have arrived on time and have given plenty of time for the passenger to travel onwards to mainline destination. Have a short break ready for the next service. Thank you.